Een zwarte bladzijde in Arnhems verleden. Van de 2000 Joodse inwoners die onze stad in 1940 bij het begin van de Tweede Wereldoorlog telde, kwamen er ruim 1300 niet terug. Onder hen Isidor Camiel Dornvest, geboren in Arnhem op 21 oktober 1940 aan de Frans Halslaan 99 in de Arnhemse wijk De Hoogkamp. Daar woonde Isidor met zijn vader, moeder en zijn jongere zusje. Niemand van het gezin overleefde de Tweede Wereldoorlog. Isidor Camiel Dornvest is op 8 mei 1943 in het kamp Westerbork omgekomen en op 10 mei 1943 gecremeerd. De urn met zijn as is op de Joodse begraafplaats in Diemen bijgezet. Isidor Camiel Dornvest bereikte de leeftijd van 2 jaar.